I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hoi allemaal! Hallo. Welkom bij een nieuwe video! Ik ben Sergio. Ik ben Esmee. Ik ben Nienke. Ik ben Elie. Twee violen en een trommel en een fruit. Fluit. En mijn zus die is jarig, dus de zwembad staat uit. Ah, dat was koud. Is het koud, dames? Nee, echt lekker. Ja. Oké. Okay. Omdat het zo warm is. Hoe warm is het vandaag? 40 graden. Pff, het wordt 40 graden. Fluisterende theelepeltjes, dat is er niet te doen. En Jessie ligt er ook lekker bij. Hij dood. Ik wacht op taart en dan misschien ga ik er straks nog even in. Lekker taartje. Ik weet niet meer wat Arlene wilde. Dus dat kun je nog een keer vragen aan je mama, je kocht. Ja, dat heeft te maken met de leeftijd, hè? 38. Papa wilde ook allebei, mama die hoefde niet. Morgen 38 graden. Eens kijk wat ik heb. Een kietje. Ga jij mee? Kietje bekeken hoor. Jij gaat mee, hè? Ja, ik weet niet of ik kan of niet. Als je dan nog een pak wil kijken. Ja, misschien wel. Maar ik weet nog niet of die op die dag. Zo, ik ben inmiddels ook thuis. Sergio die is thuis van Tilburg. En het is 37 graden buiten. En dat is een moment dat ik denk, goh, laten we gaan sporten. Dus. Maar ja, ik had net alweer een momentje dat ik dacht even mijn oude legging aan te doen. En daar werd ik een beetje heel erg verdrietig van. Het is echt tijd dat er wat gaat gebeuren, want heel mijn huid is slap en hangt er overheen. En het is gewoon echt niet te doen. Dus ik heb nu Sergio's sportbroek aan. Ik zal wel echt... Gewoon, ik heb nu al zweet in mijn bilnaad staan. Het staat jou zoals gewoon een keer beter dan mij. Knappie. In ieder geval, een stap gaat gezet worden. En ik probeer jullie mee te nemen. Ik weet nog niet precies hoe. Maar standaard of zo. Maar even kijken, want ik hoorde al dat ze in de sportschool zelf geen airco hebben, dus ik ga nu al dood. Ook geen airco. En misschien dat ze s'avonds nog wat hebben. Of s'avonds. Misschien dat we vanavond nog naar buiten gaan om te trainen. Maar... dat laten we aan Angelo over. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I'm the winner of the day. You got me loser, set me free.
We zijn inmiddels een dag verder. Ik heb gisteren... Pardon? Reggie laat ineens een heel harde boer. Ik heb gisteren dus de badkamer proberen te stomen. Ik vond het effect nog niet bijzonder. Zichtbaar. Maar ja, misschien doe ik het wel niet helemaal goed. Maar ja, ik heb een beetje gelezen. Het is gewoon een ding aanzetten en stomen in die voegen. En dan afdoen met een doekje. Dus alleen het afdoen met een doekje heb ik nog niet gedaan. Dus niet vooral. En ik dacht, waar ik hem ook voor gekocht heb, is eigenlijk om de bank een beetje te reinigen. En ik moet zeggen, dat gaat wel heel erg goed. Gewoon stomen erop zetten en dan met een droge doek afvegen. Dus dat is al gelukt. En dan wordt de bank toch nog een beetje schoner. Ook is René dus heel erg goed bezig qua eten. En ja, ik ga natuurlijk gewoon volgen. Ik deed al natuurlijk het intermittent fasting. Dus René is daar nu ook mee bezig. En ja, alleen qua koken vergt dat wel iets meer voorbereiding. Maar dat is niet erg. Ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar ik heb vandaag. Ik had ook salade gemaakt met avocado. Ik heb gewoon lekker wat broccoli gekookt. Broccoli en kipsausijs. En René heeft nog Griekse yoghurt met havermout meegenomen. En er staat nog salade met kippendijtjes voor René. Ik heb daar onderin nog worteltjes. En van de week ga ik een salade maken met sperziebonen en tonijn en pijnboompitjes met een zelfgemaakte pesto. Dus ja, ik denk dat alles wel in de smaak gaat vallen. En dat René daardoor ja, lekker afvalt en wat strakker wordt, want dat wil ze graag. Ik moet nu wild. Even koffie halen, want ik ga zo werken. En dan komt oma Elsje op Jesse Silver passen. Die een beetje jengelig is deze ochtend. Maar dat zal vast door het weer komen ook. Ja? Het is een schatje. Nee? Het is een schatje. Het is een beetje. Maar ja, dit werkt dus best goed. Alleen met één hand is dit niet echt te doen. Denk ik. Dit is dat. En dan druk je daarop. En dan doe je gewoon zo. Beetje heen en weer bewegen. En dan haal je het er met een doek af. Ja, dat dus. In het gezicht. Jij bent ook helemaal niet bang, hè? Nee. Hondjes vinden jou ook wel leuk, hè? Nee, goedenavond, lief patatties. Oh ja, ik vind het ook om te janken. Ja. Heb ik dus helemaal een nieuwe sportoutfitje aangedaan. Kort broekje, shirtje. Ik denk, weet je wat. Het is de bedoeling om elke dag even een beetje te gaan lopen buiten. Die kleine mee te nemen. Dus ik denk, nou, het is wat afgekoeld. Laat ik die kleine even lekker lange mouwtjes aandoen. Broekie. En ik ben ermee bezig. Krijgen we dit. Ik weet niet of je het kan zien. In ieder geval, je ziet het al op die auto. Het regent. Ja, dat is wel echt om te janken, hè, Jess. Ja. Ik weet het. Nou, daar gaat mijn plan. En aangezien we het allebei bloedheet hebben, ga ik hem snel maar weer uitkleden. Want hij zweet zich kapot. Ik weet niet hoe het voor jullie is geweest de afgelopen dagen, maar echt niet te houden. Dus nu is het nog heel benauwd binnen. Ik denk, nou, buiten is een beetje lekker fris, weet je wel. Even een frisse neus halen, even een beetje afkoelen. Maar zo afkoelen hoeft er nou ook weer niet. Ik heb eigenlijk geen idee of dit ding zo hoort te zitten.
Maar is in ieder geval een beetje beschermd. Hè? Maar toch nog een beetje lopen. Toch? Hè? Zit een goede ontluchting. Nog een beetje water. Hè? Wel zo, vasthouden met mij. Nou, ik ga toch nog even een stukje omhoog. Nou, het sport is officieel begonnen. Personal training gehad. Op de voeding gelet en ook nog een aantal wandelingen gemaakt. Dus we gaan het doorzetten. We gaan het voortzetten, moet ik zeggen. Pff, ik zweer mijn tandjes. Het is toch geen klimaat om te beginnen, man. Maar we zetten het door. Oh, even de lift in. Nee, schat, even de lift in. Ik zeg, vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op het belletje te drukken natuurlijk. Dan zien we jullie weer bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao.